Gert-Jan ten Haamsel, je begon aan een bijna kansloze missie. Ja, we wisten van tevoren dat het moeilijk werd. Je weet waar je staat, je weet wat je voor tegenstander krijgt. En dan weet je dat je een hele moeilijke middag gaat krijgen. En dan ja, het team wat één set moet pakken tegen je, ja, die zit op rozen. En dat is sowieso moeilijk spelen. En ik denk dat we het in het begin nog redelijk meekwamen. En dat op een gegeven moment dat ze het gaatje pakten. En dat toen voor ons gewoon niet meer te bereiken was. Speelt er nog meer dat jou in jouw achterhoofd dat je nog eens dacht aan die wedstrijd in Warnsveld die je wel won? Nee, want dat was al heel lang geleden. Die wedstrijd die... toen speelden ze met de andere teams, ze hebben wat blessures gehad. Wat er nu staat is deels wel waar wij tegen hebben gespeeld, maar is niet meer wat er nu in staat. Dus nee, geen nee, dat maakt me niet uit. Je moest winnen met 4-0 en dan gaat het in de eerste set al mis. Ja, maar ja, je moet van de andere kant bekijken. Als je maar één set hoeft te winnen, dat is niet zo moeilijk. En dan zit je altijd aan de goede kant. Je kan je een foutje permitteren. En in ons geval kun je je niks permitteren. Ja, dan is het gewoon, dat is heel lastig. En als je de goede kant pakt, als je er helemaal op zit, je tegenstander toont zwakte, nou ja, dan waren we erbij geweest. Maar dat deden ze niet. Ze hebben het goed gedaan. Tweede set winnen ze ook, maar de derde en de vierde set herstelde je ook ploeg. Zit fantastisch. Ja, toen hebben we ook een spelletje gezien wat we graag willen zien. En dan doe je het ineens wel. Komt ook bij dat zij iets anders zijn gaan staan in die derde en vierde set. Maar dan doen we het wel inderdaad. En daar moeten we ook mee verder. En dan denk je van, jongens, de overwinning voor vandaag zit er misschien nog in. Ja, zeker wel. Maar aan het eind van de vierde set kwam hun basisteam weer helemaal terug. En dat team heeft het de afgelopen maanden altijd bij hun moeten doen en gedaan. Dus dan weet je dat het zwaarder wordt in zo'n vijfde set. Nou, en toen was het bij ons was het gewoon op. Een seizoen waarin je eigenlijk fantastisch gespeeld hebt, heel lang bovenaan hebt gestaan, gaat dan op het laatst toch nog mis. Hoe zuur is dat? Ja, dat is super zuur. Hadden we dit vooraf gezegd, dan had je gezegd van waar ben je hiermee tevreden? Ja, maar kom je dan zo ver, dan baal je gewoon als een stekker. En nu moeten we gewoon afwachten wat er gebeurt. We hebben het al die tijd geen kansloos iets gezien, echt niet. We staan met de kop en allemaal dezelfde kant op. En we hebben gewoon gezegd, we gaan voor de volle 100%. En wij gaan er gewoon vol in, ja. En dan zie je wel wat erbij loopt. Dan is de eerste set dus aan de kant van WSV. Dan denk je van het is over. Nee. Ik heb niet eerder het is overgedacht dan totdat we bij de 25 zijn, absoluut niet. En daarna probeer je dus voor de PD te gaan. Het is nu zuur en we hebben vorige week vooral laten liggen. Als je vorige week gewoon de volle buiten had gepakt was, nu had het ook meer een strijd kunnen zijn. Maar zo ga je elke week naar elke week en ja, dat is volleybal.